In dit filmpje ga ik jullie wat meer vertellen over hypotheken. Er zijn verschillende redenen om een hypotheek af te sluiten. Natuurlijk als je een huis koopt, maar ook bij het verbouwen van een eigen huis kan het afsluiten van een hypotheek aan de orde zijn. Als je een hypotheek afsluit, moet je natuurlijk rente betalen over het bedrag dat je leent. Je kunt met je bank een vaste rente afspreken die niet wijzigt gedurende een afgesproken periode, of een variabele rente die elke maand hoger of lager kan zijn. Een hypotheek moet natuurlijk bij je passen. Het is van belang dat je bepaalt welk bedrag je maandelijks kunt en wilt uitgeven aan je huis. Een huis kan met meerdere hypotheken worden bezwaard. Een tweede hypotheek is een hypotheek die je afsluit bovenop je eerste hypotheek, bijvoorbeeld om de kosten van een verbouwing van te betalen. Als het geleende bedrag gebruikt wordt ter verbetering of voor het plegen van onderhoud aan je eigen huis, is de rente onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Als alle stukken die nodig zijn voor het aanvragen van de hypotheek zijn ingeleverd bij de bank en de offerte is getekend, stuurt de bank een opdrachtbrief voor het opstellen van de hypotheekakte naar een notaris. De notaris zorgt na de ondertekening van de hypotheekakte ervoor dat deze wordt ingeschreven bij het kadaster. Het feit dat een woning is bezwaard met een hypotheek brengt mee dat de hypotheekverstrekker het recht heeft het huis op een executieveiling te verkopen. Dat is natuurlijk alleen aan de orde als de geldlener structureel tekortschiet in zijn verplichtingen jegens de hypotheekverstrekker en de hypotheekverstrekker machtiging heeft gekregen van de rechter om tot het veilen van het huis over te gaan. Wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.